Hey, even voorstellen, ik ben Donald de Schacht, de CW-chef, trainer voor Horeca Forma. Welkom op deze digitale sessie over zeewier. Inderdaad, zeewier had het. Mijn passie is begonnen in feite 9 jaar terug over zeewier door een professor, een goede vriend, Colin Jansen, die bij mij kwam eten en zei: Donald, je moet iets doen met zeewier, de toekomstgroente. Daar gaat die sessie over ook, uiteraard. En ook de verschillende kleuren ga je ook zien, de smaken ga je zien, ook de texturen van het zeewier. Hoeveel zeewieren bestaan er op de wereld? Ik ga er eventjes in die 3 kwartier een beetje over babbelen. Ook de productontwikkeling, wat dat we doen met zeewier. Ook de smaken, de azijnen dat we maken ook kaas, we maken ook van alles. Brood bijvoorbeeld met zeewier, maak ik ook nog een keer. Dat is een beetje de 45 uren doelstelling over het zeewier gebruiken in onze keuken. De future food, dat wij zeggen. Waarom de future food? Het zit enorm veel dus antioxidanten in. Jodium zit erin ook. Enorm, voor mij persoonlijk enorm veel eiwitten ook. Waarom gebruik ik zeewier? 3 belangrijke dingen in die duurde 9 jaar op contact van zeewier. Dat wij dat gebruiken als zoutvervanger. Zeer belangrijk, want in sommige zeewieren zit er 48% zout. Haalt in. Die vervangt uiteraard de 100% in je mond, de smaak van het natrium. Wat dan gebruiken we nog is bijvoorbeeld een bindmiddel. Dat zal ik even tonen ook waarom dat we het bindmiddel eruit halen. Het bindmiddel, uiteraard, iedereen kent dat onder de vorm agar-agar. Wordt ook veel gebruikt, ook de agar-agar. En vooral het smaakversterken. Bij ons in het restaurant bijvoorbeeld ga je niet van begin tot einde zeewier op je bord krijgen. Doen we niet. Hè. Dat gaat niet lukken ook. Wat doen wij dan? Dus in, van begin tot einde, de rode draad in onze keuken is zeewier. Zoals in een gin tonic dat wij starten, zoals bij desserts. Bij desserts gaat zeewier perfect ook. Gewoon denken, het zeewierverhaal, zout uit je keuken al en toevoeging van poeders in je eten. Heel simpel. Na 9 jaar is dat simpel. Dat is ook de bedoeling van die sessie, dat je achteraf een live sessie volgt bij mij ook. De eerste 3 zijn jammer genoeg bijna allemaal volzet al. Je kunt altijd op een reservelijst zijn, op een wachtlijst zijn. Maar het zijn er altijd ook in het najaar. Nu genoeg gebabbeld, ik ga een beetje het zeewier, eventjes de kleuren ook. Het zijn 3 kleuren zeewier. We hebben groenwier, roodwier en bruinwier. Bijvoorbeeld, we gaan starten met een groenwier, dat is een zeer zacht wierke. Dat is zeesla. Dat is bijvoorbeeld de zeesla. Kort dat vertellen naar jullie, zeggen waarschijnlijk hoe dat zit er achter een plastic. Oké, dat smaakt ook zeer taai. In mond steekt dat is een zeer taai wier. Dat zijn allemaal Noordzeewieren tussen haakjes. Wat doen we daarmee met zeesla? Dat is een zeer leuk wierke. Je kan daar echt bijvoorbeeld een zeer mooi Noordzee visje, bijvoorbeeld de heek, een mooie meid. Je draait dat volledig mooi rond tussen je vis en je vis stomen. Dat wordt zeer mooi zacht, dat wierken. En als presentatie bord is dat leuk. Dus, je hoort mij vertellen ook, geen zout aan toevoegen. Is zout genoeg, is zilt genoeg voor het vervangen van normaal zout dat wij nodig hebben. Als een groenwier, wat doe ik? Ik ga nou even vertellen over het groenwier. We gebruiken dat zeer veel in onze keuken. Waarom groenwier? Het is een zeer appetitelijk wier en het ziet er ook mooi uit voor het te gebruiken. Dus wat doen wij daarmee? We maken bijvoorbeeld ook azijn mee. Azijn, het groenwier, perfect. Je moet er echt niet lang in, je moet er redelijk wat in steken, zeesla. Na een week of 1 week, 2 weken, ruikt het echt een zilte azijn. Waarom doen we dat? Wij gebruiken dat bijvoorbeeld voor een chutney te maken. Zeesla. Zeesla is zeer leuk, want dat droogt zeer vlug. Dus drogen in die droge oven. Wij drogen dat bijvoorbeeld op een goede 60 graden en na 1 uur is dat echt heel krokant. Hey, bijvoorbeeld hier, dus die zak hier bijvoorbeeld. Dat is 1 kilo zeesla. 1 kilo zeesla in grote vlokken, dat wij zeggen. Wij drogen dat, we steken dat in zakken, we trekken dat vacuüm. Voor zo'n zak zeesla hebben wij 10 emmers. Van die 10 emmers, ijzeremmers, hebben wij vers nodig. Maar, 1 kilo zeesla, je doet daar enorm lang mee. Dat is bijvoorbeeld na 1 kilo, wat doen wij dan nog mee? Wij maken er vlokken van. Dus dat zijn vlokken, als ik een beetje dichter kom, dat je het mooi ziet ook, dat zijn vlokken van zeesla. De huur alleen al, dat is echt puur de Noordzee, het zoutgehalte.
die er vrijkomt. Kan ook in poedervorm. De zeesla laten het dan in thermomix en men moet dat mooi in poedervorm. Je ziet dat mooi dan, hè? Ik weet niet hoe het ziet dat zo. Zo mooi in poedervorm. Dat is ideaal voor op een stukje vis of vlees zelfs, gaat ook. Vooraf te werken als zout bij uw eten. Dus zeesla gebruiken wij dan eventueel ook voor boter. Dus in die sessies die je hier volgt live, ga je ook die recepten krijgen ook van mij. En ook toevoeging van de producten. Dus dat is een boter. Dus wij maken boter. Dat is een boterke dat wij zien hier ook. Dat is heel simpel. Dat is ongezouten boter. Zeewier erbij ook. Dat is die poeder van zeesla. En wij doen dat dan anchovies bij. Dus een heel lekker anchoviesboter bij uw eten. Dus standaard op uw tafel staat er dat boter. Dat is een recept dat iedereen gemakkelijk kan maken. Zo, ik heb dan ook nog... Dus inderdaad doen wij dan ook nog bij de kaas bijvoorbeeld. Een kaasbordje kan je ook wat kaas krijgen ook. Dus een zeesla, dat is hard. Vanaf dat je dat bijvoorbeeld in een zachte mengeling doet, bijvoorbeeld deze kaas, een geitenkaas, simpel geitenkaas koop, je rolt dat in een boterpapiertje. Een boterpapiertje en gewoon dan in een oprollen. En terug in de frigo en kan dat mooi in stukjes insnijden. Dan een heel lekker zeewier geitenkaasje. Het is heel simpel te maken, het is ideaal voor mensen te verrassen in uw keuken, in uw restaurant bijvoorbeeld ook. Het is heel simpel, dat is een van de gemakkelijkste wierkjes dat we kunnen gebruiken, dat is zeesla. Dus ik heb hier een paar wieren liggen, dat is seizoengebonden. Zeewier is ook echt een seizoengroente. Zoals iedere andere groente, ieder ander fruit, is zeewier identiek hetzelfde. Ik gebruik ongeveer een goede 320, 360 wieren op jaarbasis. Dus ik gebruik enkel, ik heb dat gezegd, Noordzeewieren. Noordzee is zeer groot, je kan het ook wild gaan halen, maar ook inderdaad wordt er geleverd uit Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, een stuk Frankrijk ook. Het zijn ook Schotland, Ierland levert ook wieren, maar ik gebruik liever Noordzeewieren. Maar ik ben er een beetje freak in, ik wil ook alle wieren. Zeesla en een beetje had ook, want zeesla gebruiken ook voor andere dingen ook, dat we nog straks een keer over hebben ook. Voor in koekjes bijvoorbeeld, voor een zeer gemakkelijk recept ook. We kennen ook nog een roodwier, dat is de tweede kleur. Dat is een roodwierke. Die zijn iets zeldzamer nu. Waarom? Er is te weinig zonlicht, het is te koud. En dat is een zeer mooi wierke, als je dat ziet. Dat is een geleiwier. Kan je zo rauw opeten. Deze, want dat is een zeer zacht wierken. Je hebt ook roodhoorntjes weer, dat behoort ook tot de rode wieren. Dulse bijvoorbeeld ook. Dus de zeesla, wat dat er ook is, teruggaan met zeesla, de groenwier. Wat dat er leuk is, ook aan de groenwier, is dat wij dat gewoon draaien en dan gewoon ciseleren. Heel fijn, dat blijft natuurlijk heel taai. En deze kan je dan frituren, oftewel gewoon bakken in boter. Die wordt dan zeer mooi krokant. En zeer echt een smaakbom voor op je eten te doen. Dat is voor mij is dat een topwierke. Dan roodwierk had ik niet veel. Deze, ik heb dan ook de Dulse, want de Dulse kende waarschijnlijk ook meer nog. De Duivelstong, dat is ook nog een andere naam ook. De Dulse, is een zeer krokant wierke ook. Een krokant wierke, Dulse. Die hebben we ook gefrituurd. Je hoort dat is krokant. En het verrassend is van dat wierke, met dat frituren of bakken. Dat smaakt echt naar spek. Dat is echt een leuke speksmaak. Wel dat zo laten is dat leuk, maar ik kan dat ook in een poeder doen en bijvoorbeeld een stukje een dubbele filipuur of gelijk wat. Volledig wikkelen in een poederke ervan ook en dan gewoon trancheren. Zeer lekker, speksmaak, dus bij vlees top, ook bij vis uiteraard. Bruinwier, hebben er een paar hier. Bruinwieren, het koud is en meer bruinwieren. Deze groeit bijvoorbeeld al volledig aan de kust bij ons hier. Ik zit gesitueerd in Bredene, Oostende, De Haan. Dus wat dat er hier groeit bij ons, dat is een Aziaat. Dat is Japans bessenwier. Dat is geel in het begin. Je ziet dat de bessenwier, normaal moet er op besjes aan staan. Vanaf dat het iets warmer is, gaan ze ook groter zijn, ook, Japans bessenwier. En dan de stagiairs van de kokschool trekken al die besjes af. En wat hebben we dan? Olijfolie, besjes, caviar van zeewier. Zeer leuk product voor mee te werken. Een caviar van zeewier, niet dat mij weet dat dat bestaat in de handel. Dat zijn ook allemaal dingen dat ik ga meegeven in de live sessie ook.
Hier hebben we dan de meest gekende dat jullie kennen waarschijnlijk. Dat is zee-eik, maar dat is een gezaden zee-eik. Dat is een bruinwier. Dat is gezaden zee-eik. Knotswier bestaat ook, blaasjeswier bestaat ook. En dat is hier dan, hier van bij onze kust ook, hebben die ook wist gaan halen zijn. Dat is ook weer dezelfde familie. Je hebt gezaden zee-eik, niet gezaden zee-eik. Dat is bijvoorbeeld niet gezaden, dat is blaasjeswier. Je ziet dan aan die bolletjes en die kleine eik, dat is knotswier, blaasjeswier. Dat zijn de dingen die in de kistje van Doesters, dat zijn van die grote bollen. Het zeer leuke eraan is, wat dat meest kan geklapt over agar-agar. Het agar-agar zit meestal in een bruinwier. En een bruinwier is deze, maar een bruinwier dat jullie waarschijnlijk ook wel, ik weet niet dat je kent, is de wakame. Wakame is een bruinwier. Wakame, dat is een wakame, dat is ook in het begin, groeit hier ook bij ons aan de, in de Noordzee. Dat is een wakame. Dat is ook in het begin, je ziet dat, he. Dat is nog mager. Wakame is enorm groot. Dat is een echte wakame. Een wakame is geen groenwier. Bij de sushi krijg je bij de warenhuizen altijd van die groenwieren. Van die fluwe dingen en zo. Ik denk dat er waarschijnlijk spirulina in zit. Ook niet slecht, dat is een microalg. Dat is wakame. Dat is ideaal. Dus de wakame wordt gemaakt van de kern. Dat is een harde kraakbeen, hoor. Dat is een kraakbeen. Daar wordt er wakame van gemaakt. Dus deze hebben we niet nodig. En daar wordt er wakame salade van gemaakt. Dat wordt gepocheerd, dat wordt zachter. Maar in de live sessie ga je dat ook allemaal meemaken. Als er natuurlijk wakame is. Hè. Want zoals ik zei, zeewier is een seizoenproduct. Ik heb er hier, hoeveel heb er hier liggen? Een stuk of zes. Maar soms zit ik met product zit ik soms tot met 20, 25 soorten. Op, dus op één dag dat ik het zeewier heb. Wakame, ik zal ondertussen een beetje water aan het pocheren ook, een zeeluik wierke. Dus met de rest doen we het uiteraard niet weg, hè, want dat is een zeer duurzaam product, zeewier. Waarom? Het zeewier groeit vlugger of dat we twee kunnen opeten. Hè. We rekenen, 70% van de wereld is water, we doen altijd maar landbouw, landbouw, zeebouw. Gelukkig wordt er nu al meer zeebouw gedaan dan vroeger. Het groeit ook enorm vlug. Die onderste ding van wakame gebruiken wij uiteraard ook in poedervorm dan. We pocheren dat. Dat kan perfect ook in een salade gedaan worden als groente. Ik heb dan nog een wierken hier. Dat is ook een van mijn favorieten, dat wierken. Codium. Ik weet niet of jullie dat kennen. Codium. Dat is groeit ook bij ons. Zie dan de kleur. Ik hoor jullie nemen, maar dat is in feite een groenwier. Groenwier, nu van moment. Hoe meer zonlicht, hoe groener, hoe mooier het kleur ook. Dat is in feite, ik zie dat nu als een zwart wier, een bruin wier, maar dat is in feite een groen wier. Codium, een andere naam van codium is ook viltwier. Dat wordt gebruikt bij ons bijvoorbeeld, dat is een zeer, kan dat bakken ook, en dat wordt echt een zeer zoutige smaak. Voor eten af te werken is dat een zeer leuk product. Maar vers is dat ook zeer lekker. Dat doen wij bijvoorbeeld in een limoncello. Limoncello, codium, wij noemen dat dan codicello. Maar de naam natuurlijk. En wat gebeurt er dan ook na een minuutje of even? Wordt die limoncello wordt dat, groen. Door het zeewier wordt dat echt een groene kleur. En het smaakt een klein beetje naar persoonlijk naar chartreuse, als jullie dat kennen. Dat is een kruidlikeur. Wat dat we nog hebben, is natuurlijk een wierke uit onze Noordzee ook. Een kweekwier. Dat is Combo Royal. Jullie kennen waarschijnlijk Combo. Combo wordt dat dashi bouillon van gemaakt wordt. Dus maar ja, wij maken ook onze dashi bouillon, maar met de koppen van de garnaal. En wij doen dat dan Combo Royal bij, in plaats van tonijn. Combo Royal, dat is Combo Royal hier. Een van die potten zit de Combo Royal in. Dat is Combo Royal gedroogd. Dat is een Combo Royal die gedroogd is, in grote vlokken in feite. En dat wordt in feite gedroogd bij ons in onze droogoven, of bij jullie, in de gewone oven gaat ook, of in een droogoven. Dat is Combo Royal. Dat zit dat toch wat, zit een volledig stuk Combo Royal. Combo Royal, een andere naam, suikerwier. Zeer leuk wier. In de lockdown hebben we er 420 kilo gedroogd. Dat drogen, dat duurt toch wel een uur of 4-5. Met de huidige energieprijzen. Omdat we hem moeten aanpassen. Dus Combo Royal, een zeer leuk wier, dat ruikt ook
ik vind dat dat nog een beetje zoet ruikt. Het zit ook een beetje zoete alginaat in ook. Dat wordt gedroogd zo, dat wordt in poedervorm gedaan en dat wordt in bokaals gedaan of vacuüm gedaan. Dat wordt eerst en vooral gepocheerd. Spoelen, pocheren, drogen, wordt groen en dan uit dat droogt uiteraard wordt dat terug zwart. Dat wordt gewoon droog en achteraf wordt dat dan terug in vacuümzakken gestoken. Dus dat is ook Combo Royale, die vacuümzakken zijn, dat is 1 kilo. 1 kilo doe je inderdaad al redelijk veel. En om terug te gaan naar zeesla, dat is ook bijvoorbeeld 1 zak zeesla, gedroogd, vacuümgedroogd, 1 zak is 1 kilo. En 10 emmers verf voor nodig, dus je hebt een beetje zeesla nodig. Maar natuurlijk, met zo'n zak doe je redelijk veel. Codium, hier hebben we dan nog een keer de Combo Royale, je ziet, nog een keer fijner gedaan ook. Die huur alleen, dat is leuk voor mee te werken. Zowel twee leuke dingen ondervonden ook, de Combo Royale en Wakame. Deze Wakame, als je deze droogt, dat wordt zwart. Je pocheert dat, je droogt dat en dat wordt terug zwart. En het leuke eraan is, aan die twee producten gebruik ik zeer graag voor desserts. Bijvoorbeeld, als je dat droogt en je ruikt dan niet naar hem, dat ruikt echt naar zwarte thee. Bij allebei. Dus het is ideaal voor desserts te gebruiken. In chocolade, in gelijk wat desserts, in meringue bijvoorbeeld ook. Maar uiteraard ook voor, als je bij ons komt, hebben we dan ook een zeewier thee. Simpel te maken, ook voor rost. Simpel te maken, je gebruikt gewoon echt een frisse thee. Je koopt het gewoon in zelfs in. Of je maakt het zelf met schellen van pompoenmoes, citroen, alle citrus. En doet er dan gewoon een wakame of gedroogde Combo Royale bij. Niet te veel gebruiken. En uw thee is dus een heel lichte balans van zilte smaak. Als ik een zeewierthee kan aangeven aan de klanten, is het weer wat anders. Ondertussen kookt mijn water. Ik kan nu gesproken over... Ik ga het eerst een beetje proper maken. Gesproken over agar-agar. Agar-agar zit enorm in wakame, oftewel in, dus in gezaagde zee-eik zit er agar-agar. Dus schone bruin wierken is dat. Dus wat doen wij dan? Wij pocheren dat dan eventjes in gekookt water. En het leuke eraan is, door de alginaten, wat hebben wij dan? Dus een groen wier. Van bruin naar groen. Dat is een volledig groen wier geworden. Ook veel aangenamer voor te eten ook. Dus ook weer, dat is een originele kleur. En dan wordt het dit kleur. Voor rekening, rekening gewoon, alle wieren uit onze Noordzee zijn altijd groen. Want door het zonlicht en de alginaten krijgen we verschillende kleuren. 3. Rood, bruin en groen. Zee-eik. Zeer leuk wierke, het is een beetje camouflagekleur. Zeer leuk wierke voor te gebruiken dat. Maar we doen er nog iets meer mee met dat. Een beetje afkoelen uiteraard, om een handje verbrand. Dus je had misschien wel zin ook. Het agar-agar zit in onze zee-eik. Zo, je had waarschijnlijk wel gezien ook, zit. Een oké doen. Dus hoe meer dat afkoelt, het slijm die eruit komt, dat is het agar-agar. Het bindmiddel dat wij nodig hebben voor brood bijvoorbeeld. Dat doen wij dan. Wat doen wij dan mee? Het agar-agar loopt er niet uit. Want dat holen aan het drogen. Dat wordt zwart. Dat wordt in poeders gedaan. Dat is een soort gist. Terwijl je brood te maken, heb je altijd nog gist nodig. Maar minder. Minder zout, minder gist. Wij brood maken, dat is ons brood. Dat is het brood dat ik hier gemaakt heb. Brood is gemaakt geweest, dus... met zeepoeder, dus zee-eikpoeder en uiteraard het water. Het water, dat is het water, het is een beetje uitgelopen, voilà. Dat is het water, is een hele zilte smaak, dat is in feite algemeen. Dus voor brood te maken heb je een vocht nodig. Dus wat doen wij dat? Zit in ons brood. En hier gebruiken we dan het poeder ervan. We doen er dan nog een beetje zeesla bij, 48% zoutgehalte. En wat hebben we dan? Op 3 broden hebben we bijna geen zout nodig en bijna geen gist nodig. Dan is zeewierbrood. Dat is ook een recept, dat is ook een brood dat jullie moeten maken hier.
bij de live sessies uiteraard. Zeer leuk voor te doen, voor thuis. Cesla. Nog een vraag, een opmerking, dat waarschijnlijk dat je een vraag ook. Oké, waar vinden we dat allemaal, dat zeewier? Oké, in de Noordzee vind je veel zeewier. Mag dat geplukt worden? Ja. Maar mag er geen handel in doen. Is dat gezond? Ja. Is dat vervuild? Nee. Uiteraard moet je dat plukken, altijd met het schaartje of een klein mesje afplukken, want het is een duurzaam product, moet altijd teruggroeien. Wat gebeurt er daarmee? Je neemt dat mee naar huis en je moet dat enorm spoelen. Lekker gewoon een krop salade dat je koopt in de winkel, moet je ook altijd spoelen. Dus met zeewier is dat identiek hetzelfde. Zeewier die aanspoelen voor aan de kust, dat wordt zo hard door het zonlicht. Dat wordt een klein beetje hard door de zonlicht en dat wordt een action, antioxidant krijgen we dan. Neem dat mee naar huis, dat wordt weer uiteraard zacht. Uit vers kunt afsnijden is het uiteraard altijd beter. Dus aan onze basiskust heb je wel grote stukken waar je bijvoorbeeld deze perfect kan vinden hier ook. Rauw is dat een zeer taai bier. Maar ik denk dat er hier en daar toch al visleveranciers zijn of groothandels die zeewier leveren, denk ik toch. Zo, wat doen we toch met zeewier uiteraard? Dat is hier nog Combo Royal. Is Combo Royal voor te bewaren bijvoorbeeld, is Combo Royal dan alle wieren in feite, de bruinwier en de groenwier, zeer interessant voor in te vriezen. Komt er in feite niks aan. Dat is een verse Combo Royal dat ik uitgehaald heb, dat wij gevrozen hebben. En ziet, dat is mooi groen. Dat is gepocheerd geweest in kleine stukken, dat is mooi groen. Dat bewaart in de diepvries perfect. Komt er niks aan, de textuur blijft hetzelfde, de smaak blijft hetzelfde, komt er niks aan. En dat kan je dan perfect drogen, zoals deze hier. Zo. Dus het zoutvervanger maar een beetje gaat ook. De kleuren, de textuur ervan ook. Hard, zacht. Groenwieren zijn zacht, roodwieren zijn zacht, bruinwieren zijn normaal gezien altijd zeer taai. Zoals de Wakame ook. Zeer taai. Leuke dingen wat je er nog eventjes mee kunt doen, is bijvoorbeeld gewoon een citroentje. Citroentje drogen, fruit drogen in een droog oventje, poedertje van zeesla erover. Kan je perfect gewoon... kan je perfect dan gewoon in een cocktail steken. Ik heb hier nog een vraag binnenkregen ook. Zijn er zeewieren die niet eetbaar zijn? Alle zeewieren zijn eetbaar. Ik heb het al gezegd, 320, 360, dat zijn ik soms kwijt ook. In de wereld zijn er meer dan 20.000 soorten. 20.000 soorten. Alle zeewieren zijn volgens mij zijn volledig eetbaar. Juist één. En dat is een slechte naam, en dat is de blauwe alg. En dat is een bacterie, dat is geen wier. Absoluut niet. Dat is de dier die in kleine vijvertjes zit. Als je dat in een andere steekt, houdt dat bij een scharp, dat je irriteert. Maar je zeker, dat is echt geen zeewier. Maar alle wieren zijn eetbaar. Tuurlijk, als je zeewier aanspoelt, zijn hard, ze liggen daar een weekje. Ja, dat moet je niet meenemen. Je pakt het vers, zoals ik al zei dan. Je hebt ook geen champignons van trekken op de E40. Stom, hè? Ja. Beetje gezond verstand gebruiken. Zeewier, als je aan de kust bent, snijd dat gewoon een keer af. Bijvoorbeeld deze hier, dat is mooi afgesneden op de rots. Je neemt dat mee. Een bruinwier, qua bewaring bij jullie. Als je een omarium hebt bijvoorbeeld, kun je dat kleine bakje steken. Zeewier in een omarium, bij de kreven, bewaren redelijk lang. Hopelijk niet, want het is de bedoeling dat het een rolement is. In de frigo bijvoorbeeld, een bruinwier droog, altijd droog zetten, bewaart zeer lang. Roodwier bewaart zeer kort. Altijd. Zeesla bewaart ook lang. Dat is een beetje, maar zeewieren zijn in feite allemaal eetbaar. Allemaal. Zeewier, als chef van Le Mar et la Moule, 26 jaar zit ik hier ondertussen, heb ik ook een beetje producten ontwikkeld. In de lockdown hebben we Studio Zeewier gedaan ook, wat andere workshops doen, demo's geven, events en ook trainer voor Horeca Forma over zeewier en zeegroenten. Heb ik dan ook dat productontwikkeling, zoals bijvoorbeeld charcuterie gemaakt. Ik heb ook kazen gemaakt, een gin uiteraard, bier en chocolade. Even een keer babbelen over over de charcuterie. Charcuterie hebben we hier. Ik heb
in feite 5 charcuteries, maar 3 charcuteries onder mijn logo gemaakt ook. En dat zijn, we zijn gestart met de zeesaucissen. Waarom hebben we dat gedaan ook? Zeesaucissen, gewoon een droge worst met zeewier. Die gebruik ik meestal al zeesla, het groen wier. Omdat het een zeer gemakkelijk zacht wierken is. En dat is dan ons logo, de zeesaucissen. Ondertussen 100% West-Vlaams herkend ook. We zijn een jaar of 3 dan ermee gestart zijn ook. En dat verkoopt zeer goed. Wat hebben we doen? 48% zoutgehalte zit erin. En 48% dus het bewaringszout en eruit gehaald. Dus een gezondere worst. Ook nog een paté uiteraard. Leuk patéetje. Ook paté met zeewier kan je. Dus like dat ik al gezegd in het begin ook. Gewoon denken in je keuken. Haal het gewoon het zout uit je keuken. Bijvoorbeeld, ik zeg het maar wat. Mag ik een mayonaise met zeewier? Zeesla erbij doen. Groenwier. Mayonaise, doe er een beetje zeewier bij in poedervorm. Niet zo dun als dat, maar mag een beetje vlokken zijn ook. En maak gewoon een keer mayonaise met zeewier. Dat is iets dat je kunt geven aan de mensen. Minder zout in doen. Is ook een gezondere product ook. Het is, dat gaat echt op hamer. Het is duurzaam en het is een toekomstgroente. We moeten er meer en meer van eten. Trouwens, de meesten hebben al zeewier gegeten. Dat jullie misschien weten, in chocolademelk zit er zeewier. Maar er is ook bijvoorbeeld in yoghurt zit er zeewier, in snoep zit er zeewier. Maar ook wat je niet op weet, is in shampoo, maquillage, gelijk wat, zit er ook algen aan toegevoegd. Ik heb hier nog een vraag gekregen van Carina. Carina, neem zeewier geen verontreiniging op? Ja, nee. Zeewier is, wij noemen dat een beetje de nier van de Noordzee. Dat zeewier is zeer belangrijk in onze Noordzee. Hè? Want het bloeien van de zee, de zeevonk, dat is allemaal door algen. Wij leven door het zeewier. Hè? De zuurstof, dat maakt zuurstof aan. Verontreinigen? Nee, het zeewier is geen dier. Zeewier is een groente. Zeewier neemt niks op, heeft geen mond, niks. Dus een zeewier, dat dan vuiligheid aan als zand of gelijk wat, of slijk, spoelt dat en dat kan geen kwaad. Ik pluk wildwier. Dus ons wildwier wordt wel gecontroleerd uiteraard, via een productspecificatie dat wij nodig hebben voor onze producten uiteraard. Dus in de jaren dat we bezig zijn, heb ik nog geen enkele keer een vuil wier gehad. Zelfs in de Spuikom, niet ver van hier, in Oostende, is er ooit een soort bacterie geweest, zoals de blauwe alg, groeien daar op oesters. Ik heb dat dan zeewier wist van aan, laten onderzoeken, maar er was er niks aan. Wel gespoeld, het was er echt niks aan. Dus zeewier verontreinigt kuist de zee, maar kuist ook zichzelf. Ik denk dat dat voldoende is voor u, Carina. Dus geen nood, zeewier is een zeer gezonde voeding. En even de draad op ik nu van zeewier terug hier, zeepaté. Leuk product. Proef je dat erin, zeewier? Niet altijd, hoeft ook niet. Hoeft niet altijd overheerst te zijn, hoeft er niet. Mijn gedachte is altijd van, er zit minder zout in onze producten. Ook een zeer leuk product is ons zeehammetje. Noothammetje, dat ken je waarschijnlijk ook. Zeer leuk voor bij tapas te geven. Ik gebruik dat bijvoorbeeld nu als zeer interessant, bijvoorbeeld een kleine blokje als spek. Spak en eieren, maar met ham. Wij gebruiken dat bij vis, vichyssoise bijvoorbeeld, met dat, een krokantje van maan. Zeer leuk ook. Wat hebben wij daarmee gedaan? Dus gewoon ham, laten drogen. En de buitenkant is in feite, je ziet het wel, de buitenkant hebben wij smolt gemaakt. Smolt, waar dat er zeewier aan toegevoegd is. Dan hebben we dus uit de vriezer gehaald, het hammetje gewoon in het smolt gestoken. En dat stolt volledig op. En dan doen we daar een poeder op van fucus. Fucus is een Latijnse naam, een beetje van zee-eik. Dat wordt er in poeder gedaan. En dat is fucus. Hè? Fucus, zee-eik dat wij zijn. Dat is ook 1 kilootje. Fucus, dat is nu heel bruin. Hè? Maar doe dat in poeder. Waal je dat op, wordt dat een zeer mooi donkerbruin wierken ook weer. Zeer leuk ook. Dat is een beetje na het idee van een pepersalami. Zeehammeke. Dat is ook weer 100% West-Vlaams. Zo, het volgende hebben we dan ook nog als kazen. Ik heb 2 kazen gemaakt met Bovoortse walhoeven. Ook weer de bedoeling, gewoon het zeewier uithalen. En het zeewier dat hierin zit, is dat mooi ook. Is een groen wier. Is zeesla, de zeeblanche. We hebben ook een brietje gemaakt, het zeemanneke. Ook weer met 2 groen wier. Ik
kent al eens eten. Ik gebruik zeer graag groen wier voor beiden. Dus heel zilt van smaak. En ja, het is een zeer aangenaam kaasje voor op uw bordje te leggen ook. Gelijk wat. Uiteraard ook als chef een gin. Vroeg de klant mij ook, ja chef, mag ik geen gin met zeewier? Hebben we dan ook gemaakt, uiteraard onder een eigen brand, onze Noordzee Gin. Wat hebben we daarmee gedaan? Is ook weer dat groen wier dat erbij gedaan ook. Die twee dingen, maar in droge versie. Wat dat er leuk is, je moet dat even zelf proberen. Ja, vodka, het is niet echt toepasselijk nu. Vodka met dat, of een ander alcohol, Genever bijvoorbeeld. Want moet dat serieus wat alcoholpercentage zijn. Als je dat erbij doet, trek het volledig groen. Moet altijd heel leuk voor je klanten. En uiteraard een bier. Bier, de zeewiertrippel, ook ontwikkeld. Proef dat erin. Goh, ik persoonlijk niet, ik ken dat te veel zeewier waarschijnlijk. Het is gewoon weer het agar-agar. Dus het schuimt leuk en vlotjes. En een zeer lekkere trippel voor vlotjes te drinken. Als je er een stuk of vier dronk net, is de vlotjes niet meer. Het zeewier, wat doen wij dan nog ermee ook, is bijvoorbeeld koekjes maken uiteraard ook. In de live sessies gaan we dan ook weer hier dan ook het recept krijgen ook, voor de koekjes te maken. Heb je bijvoorbeeld een koekje, zeer gemakkelijk koekje, dat is de, ik weet niet hoe het zit, dat is de deeg ervan ook. Dat is een simpel kaaskoekje voor bij een aperitief. Dat is gewoon bloem, boter en parmesan. Drie dingen. 3 keer 50 gram bijvoorbeeld. Het is heel simpel te maken. Die deeg, we doen er een beetje maanzaad bij of sesamzaad bij en zeewier. Geen toevoeging van zout, want zit parmesan in. Leuk, we draaien dat in bolletjes. We leggen er een bakplaat en we maken er gewoon koekjes van dan. En die koekjes gebakken zijn, is een zeer lekker aperitief koekje in feite voor te maken voor jullie. Dat zijn die kleine koekjes. Een zeer leuk recept, een makkelijke feiten. Nou, iets dat zeer makkelijk is een langwerpen bladerdeegstokje. Dat kun je wel, een bladerdeegstokje waar je zeesla aan toevoegt. Dus mijn bedoeling is voor die sessies, als je dat live meevolgt, voor een niet te leren komen, te leren omgaan met zeewier in een gemakkelijk recept. Zeer simpel te gebruiken, niet te ingewikkeld. En dat is mijn bedoeling voor dat allemaal te doen. Dus in feite, als je bestaande recept hebt, kan je je zout eruit halen en gewoon het zeesla aan toevoegen. Ik zeg altijd zeesla, omdat het een zeer gemakkelijk wierken is voor te direct te gebruiken ook. Het is zeer zacht in de mond en kan het vlotjes gebruiken in al je recepten. Ook wat dat er leuk is uiteraard bij de kaas. Bij de kaas maken we dan crackers. Crackers, simpel gerecht, een simpel recept ook weer. Ervan ook, en dat is een donker deeg, dat is ook een deeg hier, met crackers te maken ook. We gaan dat hier ook live, gaan we crackers maken voor bij het kaasgerechtje. En dan ik heb hier nog een vraag ondertussen, ik ga even wachten hier, van Jan, zeewier zware metalen opnemen? Nee, dat is geen, kijk, het is een beetje hetzelfde verhaal van Carina, nee. Dat blijft er niet aan. Dus het zeewier, dat is geen zware metaal. Dat wordt ook gecontroleerd. Alle wieren worden gecontroleerd als productspecificatie. Je moet ook geen zeewier gaan trekken bijvoorbeeld aan de haven. Omdat er boten zijn. Hoeft niet. Dat doe je niet. Gezond verstand gebruik. Zeewier ga je gaan afnemen aan rotsen. Zodat er een rustige, zodat er bijna niemand komt. Zodat er geen boten zijn. Zware metaal neemt dat niet op. Je moet natuurlijk in een zee of een stuk waar er vuiling is, moet je geen zeewier gaan plukken. Maar dat neemt dat niet op. Dat kan er aan de buitenkant. Spoelen dat, is dat in orde. Altijd. Nu, dat is wild wier. Iemand die dat niet zeker is, koopt gewoon wier aan. Zeewier aankopen zijn in verschillende plaatsen kun je echt zeewier aankopen. Ja, hier kun je sowieso altijd zeewier aankopen. Zowel vers, zowel in poedervorm. Denk Jan dat dat voldoende is, anders moet maar een keer baan naar mij. En opname van olie is een beetje hetzelfde. Olie, Freya, een vraagje van Freya. Opname van olie. Oké, like dan juist gezegd, je moet niet in havens doen. Waar er zeewier ligt, waar er vervuiling is aan boten, doet dat niet. Maar ik heb het al gedaan, er is er niks mis mee. Het beste dat je zeewier afsnijdt, met een mes uiteraard, is aan rotsen. Aan de zee bij ons
als het water terug weggaat. Het water komt op. Ik ben natuurlijk daar echt een freak in, dat ik al gezegd heb. Ik heb botten van laag tot een handspak. Wij lopen daar, ik ga zelf het water in tot hier en wij plukken in feite onder water, nemen ons zeewier mee. Olie en vervuiling hangt er niet aan. Het is geen dier, het is een groente, dus eenmaal, tweemaal, als je wilt vijfmaal spoelen, spoel het vijfmaal. Dus in die 9 jaar heb ik nog geen enkel wier het vervuild, geen enkel. Oké, Jan? Freya? Dus de crackers, dat deze crackers heb ik hier gemaakt ook. Zeer simpel gerecht ook voor crackers, maar dat hier ook maken. Dus in de lengte en met een zeer mooie zeewierencracker. Inderdaad, hier gebruik ik uiteraard weer het zeesla. Hier denk ik ook een andere cracker. Ik heb er twee kleuren, ik weet niet hoe het zit. Twee kleuren gemaakt ook. Dus de een is gemaakt is met, hier met Combo Royal en de andere is gemaakt met zeesla. Je ziet wat dat kleurverschil is van die twee. Zo, boter heb ik gehad, mijn gin heb ik gehad ook een beetje. Uiteraard heb ik ook een kookboek geschreven. Kookboek, Roten aan de Zee, daar staat er enorm veel in ook, wat uitleg over zeewieren. Uit die kookboek gaan we in de live sessie van Horeca Forma uiteraard dan receptjes maken ook. Zeer gemakkelijk en toegankelijke recepten. We gaan ook een beetje leren ook over zeegroenten. De zeegroenten kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Dus ik heb hier wat verschillende zeegroenten meegenomen ook. Eén dat de meest gekende is door jullie waarschijnlijk, is deze. Ik hoor het al vertellen, ja, zeekraal. Zeekraal, dat groeit ook bij ons, zeekraal. Dat is geen zeewier. Zeekraal is een zeegroente. Waarom? Zeewier groeit onder het water. Codium bijvoorbeeld, deze hier, codium. Dat groeit zo. Zo. En de topjes van boven blijven in het water, buiten het water. Dat groeit en dat drijft in feite zo op een noestertje of op een steen gelijk wat. En dat drijft in feite in het water. Dat is een leuk wierken. Zeekraal daartegen. Zeekraal groeit in feite aan de rotsen. Aan het water. Overal. Nederland met massa. De beste zijn van Nederland uiteraard. De thuisste zijn bijvoorbeeld Portugal. Israël heeft er ook niks mis mee. Maar de Nederlandse zijn altijd de beste. Groeit bij ons hier ook, niet zo ver. In Oostende groeit dat zelfs ook. Maar ik ga lekker zeggen, ik ga niet zeggen hoe dat groeit, want anders ik zal het weet. Wat heb ik nog ook? Ik heb dat nu niet, want het seizoen is nog niet begonnen. En dat is, de meest erkende jullie, is ook lamsoor. Maar voor lamsoor hang dat wel een keer een uitleg geven. En dat is, je moet maar een keer volgen via een live sessie. Lamsoor heeft voor mij een hele andere betekenis. Is ook niet de juiste naam. Maar dat is voor mij te volgen. Kan je nog een wierke? Like dat gaan zeggen van deze, dat rood wierke hier. Dat is een lekker krokant wierke. Heb ik dan ook, kijk, dat is het verse ervan ook. Dat is een vers wierke, dat is een rood wierke. Rood, groen, maar het is een rood wier. En zeer lekker gefrituurd. Maar niet terug, hè? Dat zijn hier nog wat zeegroentjes dat jullie waarschijnlijk kennen ook. Een oesterblad, dat is ook zilt van smaak ook. Kan zelfs gekweekt worden thuis ook, in bakken met een beetje zoutwater. Perfect. Zeer lekker in een tempura. Een tempura maken met een oesterblad is dat zeer lekker op een recht. Heel krokant ook. Ook nog een leuk hier is een zeegroentje, dat ken je waarschijnlijk ook allemaal. Wij noemen dat salty fingers, zeebanaan. De banaantjes worden gebruikt. Die kern niet, dat gebruiken we. Dat is zeer taai dat, voor dat te gebruiken. Dus die dingen gebruiken wij wel. Voor op een oester of in een cocktail te leggen of in een aperitief gaat dat zeer goed. Die zeebanaan, op een salaatje gaat dat ook perfect, die zeebanaan. Het volgende heb ik dan ook nog de zeegroente. Zeevenkel, dat groeit enorm in het zuiden van Frankrijk groeit dat goed. Hier weinig, Nederland, maar hier heb ik nog niet zoveel gevonden. Het meeste dat je hier vindt is bijvoorbeeld wel, heb ik hier kleine oesterbladjes gevonden ook, lamsoor en zeekraal. Deze vind je bijna niet hier. Maar ik denk dat dit product samen met de zeebanaan toch wel in de handel kan vinden ook. Smaakt enorm, zeevenkel smaakt enorm uit kruidig vind ik persoonlijk. Zeer bitter smaak ook. Maar toch wel lekker ook weer in de salade of gelijk wat
te doen. Zo, wat heb ik hier nog dan? Nu, ik had geklapt ook over desserts. Desserts uiteraard doen wij ook zeewieren. Dus chocolade bijvoorbeeld, aan wij ook. Dus chocolade zelfs, voor het restaurant bijvoorbeeld, voor op een gerechtelijn, hebben wij chocolade, gebakken chocolade. En in die gebakken chocolade zit er ook alm. Comboriant. Waarom? Omdat het zeewier smaak, he. En een theesmaak. Dus proef dat erin, dat is zeer leuk voor te maken, dat gebakken chocolade voor op een, bij ons hebben we bijvoorbeeld een perendessert. En een gepocheerde peertjes. En die peertjes zijn uiteraard gepocheerd in zeewierthee. Dus je moet zover niet zoeken, gewoon logisch denken, hoe kunnen we zeewier gebruiken in onze keuken. En dat is mijn taak in de live sessies, eventueel voor jullie, in jullie keuken of in jullie recepten, dat te combineren. Wat dat er ook leuk is, is kan dat geklapt van ook eiwit, dus eiwit meringue. Dus een meringues maken kan je ook altijd mooi afwerken met een poeder van zeewier. Dus wij doen dan een poedertje van zeewier achteraan, de meringuetjes, kleine meringuetjes, legt op het dessertje. Aardbeiendessert, framboosdessert, nu aankomend met rhubarber, rabarber, fraaien, aardbeien, meringue en dan de combo royale of de wakame, maar ik zou meer de combo royale gebruiken, die theesmaak perfect gebruiken in uw desserts. Meringue kun je uiteraard ook zo doen, de meringue. De meringue wordt ook soms plat gedaan ook en dan ook in zulke stukken over een taartje gedaan. Met een poeder, hier doen wij dat dan een poederke van alm bovenop. En je kan de perfecte dan een poederke van zeesla of van comboriaal boven erop doen. Ziet? En dan afwerken op je dessert. Zo. Ik denk, producten heb ik gehad. Ik heb nog één ding ook verteld over de chocolade. Dus kan je nog chocolade dan ook. De zeebreker, dat is ook weer een product die op de markt komt, de zeebreker in 3 smaken. Dus om het te gebruiken in de keuken, hebben we uiteraard ook weer een zeebreker gemaakt met combo royale, zit er hier in. Een zeebreker is naar de achterkant is het de golfbreker dat wij zeggen, dat noemen we de strandgolven. De golfbrekers en wij maken dan een tablet in feite op de basis van een golfbreker. Dat zijn allemaal co-creaties. Ik maak zelf niks, het is wel een idee. En ik maak het hier één keer in het prototype en dat wordt met samengewerkt met een beenhoor. En een boer die zijn eigen koeien heeft voor kaas te maken en tonnen chocolatier. Ik ben nog bezig met nog een bier uiteraard ook. Met, zelfs met de sambal ben ik bezig ook voor producten op de markt te brengen. Voor de mensen zoveel mogelijk zeewier te eten. Zo. De worstjes heb ik gehad ook al bij jullie, dus ik denk dat het bijna het kweken van het zeewier, zijn er al vragen ondertussen? Ik heb er maar een vraag of 3-4 gekregen, dus stel maar gerust vragen. Maar ik denk dat ik bijna, zodanig rap babbel, dat ik bijna aan mijn einde te komen. Droom van zeewier heb ik ook gehad. Dus de datums kun je nog altijd terugvinden in horecaforma. Dus 3 datums nu, in het voorjaar. Ik denk dat ze allemaal volzet zijn, heb ik gezegd. Maar het zijn er uiteraard nog een stuk of 4 in het najaar. Ik zou zeggen, boek een datum en beleef het live. Zeker doen. Goed. Ciao. Bye bye. Dankjewel.